Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Een koufront die gisteren over ons land heen trok trekt steeds verder zuidoostwaarts richting het Alpengebied en verder naar Zuidoost-Europa. Een volgend frontaal systeem heeft ons land vandaag bereikt en dat ging gepaard met veel bewolking. En op sommige plaatsen viel ook enige tijd wat lichte regen of motregen. Toch vielen er een aantal gaten in het wolkendek, zoals vanmiddag in het zuiden van het land. Maar ook aan de kust was de zon af en toe te zien. Vanavond dan behoud bewolking de overhand, maar in het zuidelijk deel van het land dan schijnt. Dus uh, dan uh, zijn er af en toe wat opklaringen. Op de meeste plaatsen is het droog, maar met name in het noordoosten van het land kan er ook af en toe een beetje lichte regen of motregen vallen. De temperatuur, zeker niet laag voor de tijd van het jaar met 13 of 14 graden. De wind die zwakt dan langzaam af, uh, weer af naar matig. Uh, meestal boven land windkracht 4 en naar zee soms vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 of 6. Vannacht verandert er weinig. Houdt bewolking in de overhand. Lokaal valt een beetje lichte regen of motregen. En onder dat deken van de bewolking koelt het niet heel veel verder af dan een graad of 12. Morgen zien we een tweedeling in ons land. De meeste bewolking in de oostelijke helft. En daarvoor kan ook af en toe wat lichte regen of motregen vallen bij 1 graad of 14. In de westelijke helft is het droog met mogelijk af en toe wat zon en daar hogere temperaturen van 15 of 16 graden. De wind is noordwest en bovenland matig, windkracht 3 of 4, aan zee meestal vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Donderdag dan verandert er weinig aan het weerbeeld. Veel bewolking met lokaal motregen bij een graad of 14. Maar vanaf vrijdag dan stroomt koelere lucht over ons land uit. In die koele lucht komen diverse, een divers aantal buien voor. Tussen die buien doorschijnt schijnt wel vaker de zon dan dat we die de afgelopen dagen hebben gezien. De temperatuur is een stuk lager met een graad of 12. En dan gaat zaterdag zelfs nog meer vanaf met maximaal 10 graden. Blijft de temperatuur onder 10 graden steken dan zou dat voor het eerst zijn sinds 5 april dit jaar. Op de lange termijn is die dip ook goed te zien. Met name zondag en maandag zijn de koudste dagen... met waarschijnlijk maandag op veel plaatsen maximaal beneden 10 graden. In de loop van volgende week lijkt het kwik dan weer langzaam te stijgen... en mogelijk bereikt zelfs zeer zachte lucht opnieuw ons land. Dat is allemaal nog speculeren. In elk geval is het die periode lichtwisselvallig... want helemaal droog houden we het niet. Dat is ook goed te zien in de neerslagprognose. Met name begin volgende week mogelijk veel neerslag door een actieve depressie. Daarna is het heel erg onzeker, maar lijkt het in elk geval iets minder Nat te worden. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl